Heel leuk dat je er vandaag bij bent om te horen wat ik te vertellen heb over de hersenatlas. Die we ook wel de neuroatlas noemen. Wat is nou zo'n neuroatlas? Dat is eigenlijk een manier waarin wij radiotherapeuten, mensen die patiënten behandelen met een tumor in het hoofd. En misschien heb je zelf een tumor in het hoofd. Of ken je iemand met een tumor in het hoofd. En die gebruiken wij om bepaalde gebieden in de hersenen heel goed te kunnen sparen. Nou, jaren geleden, in 2018, hebben we al met elkaar, en dat zijn wel 30 verschillende instituten in Europa, een atlas gemaakt. En daar hebben we alle structuren in aangegeven, nou, belangrijke gebieden die belangrijk zijn voor het eventuele bijwerking van bestralen. Want als we bestralen, dan zie je hier een plaatje van, heel schematisch weergegeven, dan is dat rode de tumor. En daaromheen, dat groene, dat zijn de gezonde cellen. En als we gaan bestralen, nou, bestralen we natuurlijk die tumor, en dat is ook precies de bedoeling, maar krijgen ook die gezonde cellen, die krijgen straling. En dat geeft de bijwerkingen. En het ligt er natuurlijk aan waar die tumor ligt, wat de bijwerkingen zullen zijn. Ja, bijvoorbeeld dicht bij de oogzenuw, kan het iets doen op het zien, of het kan wat doen op het gehoor. Er kunnen haren gaan uitvallen en je kunt er ook moe van worden. Maar een bijwerking die we allemaal heel belangrijk vinden, is ons geheugen en concentratievermogen. En dat stukje dat miste nog in de atlas van 2018. En daarom hebben de experts bij elkaar gezegd, we gaan een aanvulling maken op die atlas. En we gaan nu gebieden definiëren in de hersenen die daar mogelijk voor belangrijk zijn. En dat is een hulpmiddel voor de radiotherapeut, want die kan dan die gebieden aangeven op de MRI van de patiënt met een hersentumor. En daar kunnen we een relatie leggen tussen de dosis en bijvoorbeeld de bijwerking die iemand gaat krijgen. En dat is een manier waarop wij heel veel kunnen gaan leren over de hersenen en hopelijk ook zoveel mogelijk van het gezonde weefsel gaan sparen. Hey, super dat je erbij was vandaag.